Goeiedag en welkom bij dag 4 van week 8 van de Summer Sweating Challenge. Vandaag is een rugtraining. Nou, we beginnen met een reverse grip lat pull down. Hoe pak je hem vast? Je draait je handen naar je toe, je gaat omhoog en net buiten je schouderlijn daar begin je met de start. Probeer eerst je schouders goed omlaag te trekken en trek dan niet de stang naar je borst toe, maar probeer je elleboog in zo'n groot mogelijke bocht van je af naar voren te trekken. Wat je gaat voelen is dat je een hele grote beweging maakt vanuit je rugvleugel, waardoor je een veel hardere contractie gaat krijgen. Dus daar wil je voornamelijk op focussen. De tweede oefening is een assisted chin-up. Handen staan naar elkaar toe. Eerst trek je je schouders samen en dan trek je hem door. Nou, door het voordeel van de assist is, je kan veel meer op techniek focussen. Dus ik wil dat je probeert hierbij zo'n hard mogelijk contractie te krijgen. Denk weer, elleboog in een grote bocht, dus trek hem niet naar je lichaam toe, trek hem juist iets van je lichaam af. Dus laten we zeggen, je onderarm blijft recht, maar zo ga je naar beneden toe. Staat hier trouwens een hele grote lamp, die is echt warm. Dan gaan we naar de volgende oefening, zijn lat stretches. Waar je op focust, pak het handvat vast, ga in een lunchhouding achter het apparaat staan. Helemaal rekken, dus rek je armen echt boven je hoofd, duw je hoofd naar beneden, waardoor je latissimus op maximale rek komt. Trek eerst je schouders iets omlaag en dan trek je hem door en je probeert met de bovenkant van het stuur, probeer je laten zeggen je borstbeen aan te raken. Je gaat het waarschijnlijk net niet redden, hierdoor voel je vanaf het begin tot het einde een hele harde contractie in je rugvleugel. En je moet even kijken voor jou wat het beste is, welk been voor staat, want daar hou je de meeste balans mee. Dan hebben we de T-bar rows. Je kan deze variant doen, je kan los met een stang in de hoek doen, of je kan de machine doen. Alle drie de varianten zijn goed. Trek eerst je schouders op, zoals je Danielle ziet doen. Ze laat haar schouders in protractie. Trek ze aan en dan trek ze door. Dus je trekt eerst je schouders op en dan trek je aan en trek je ze omhoog mogelijk door. Als je de stang los in de hoek doet, gebruik schijven van 10 kilo, niet van 20 kilo, want dan kan je volledig naar protractie naar beneden. Dat betekent dat je schouderbladen naar voren kunnen. Anders komt op een gegeven moment de 20 kilo schijf tegen de grond aan, dan kan je niet meer helemaal omhoog. Belangrijkste bij deze oefening, als je dit apparaat doet, gewicht op je enkels. Ga niet op je tenen leunen, want dan ga je echt omvallen. Dan gaan we naar de weighted hyperextensions. Belangrijk is, duw je buikspieren op elkaar terug naar beneden. En focus je dan op een contractie maken in je onderrug. Dus op het moment dat je omhoog komt, je onderrug komt op rek. En die duw je als het ware terug in elkaar. Daardoor voel je een hele harde contractie in je onderrug. En kijk bij de weight hoe ver je komt. Waarschijnlijk, wat ik vaker heb, als ik 3 sets van 10 heb staan. 2 red ik met gewicht, de derde moet ik echt zonder gewicht doen. Anders red ik gewoon de herhalingen niet. Dus kijk, zorg wel dat je de herhaling haalt. Dus noods pas je het gewicht aan. Dan gaan we naar de rope crunches. Belangrijk is, maak eerst van je rug hol en dan duw hem naar bol. En dan breng je, dus wat je eigenlijk doet is buikspieren oprekken, buikspieren in elkaar duwen. Dat is eigenlijk de hele oefening. Verder, alle buikspieren zijn in principe hetzelfde. Je kan extensie maken en je kan flexie maken. Dat is alle bewegingen die ze kunnen. Dus wat ik letterlijk doe is, ik rek mijn buikspieren maximaal op, ben ik daar, dus dan voel ik een contractie in mijn onderrug. Dan ga ik rustig stap voor stap ga ik alles in elkaar duwen. Duw ik het helemaal naar beneden. Op het moment dat ik naar beneden kom, plaats ik uit. Als jouw diafragma, dat is als het ware de spier voor je aanmaak, leeg is, kan je verder naar beneden. Kan je verder in elkaar een contractie maken. Als laatste hebben we toe press op de leg press. Nou, bij deze oefening zet je knieën net niet helemaal op slot. Span gewoon je bovenbenen aan. Billen onderrug op de bank. Laat het gewicht zo ver mogelijk zakken. En duw hem dan vanuit je tenen zo ver mogelijk weg. Nou, dit was de benentraining van vandaag. Heel veel succes en ik spreek jullie morgen weer.